Heer Baudet, Forum voor Democratie. Ik heb een wat ander soort vraag. Ik vroeg me af wat mevrouw de Vries vindt van de serologische test. Mevrouw de Vries. Wat bedoelt u precies? Wat vindt u daarvan? Misschien mag ik een toelichting vragen op de vraag. Ja, dan heer kan Baudet. Ik een betere antwoord nou, geven. Dus we hebben het dan over dat mensen moeten testen. En dan en bedoelen we een PCR-test. Dus dat is de test of je... die werkt niet, maar die zou moeten testen of je ziek bent of besmettelijk bent. Maar de serologische test, daarmee kun je in het bloed van mensen zien of ze antistoffen hebben. Mm-hmm. En dus bijvoorbeeld dat ze allang immuun zijn, levenslang immuun. In mijn geval bijvoorbeeld, ik heb corona gehad, alleen ik heb me niet laten testen destijds, want ik ben tegen die PCR-tests. Maar voor mij en voor heel veel mensen in Nederland is dus een vaccinatie, als je al gelooft dat corona gevaarlijk is en dat die vaccins werken, wat ik niet geloof, maar goed, stel dat je dat gelooft, dan nog slaat het helemaal nergens op voor die groep mensen om zich te laten vaccineren. Gek genoeg staan we die serologische test echter niet toe. Dus het is niet mogelijk om te zeggen, jongens, ik ben al immuun. Kijk maar in mijn bloed, je kunt het zien, dus ik hoef geen vaccin te nemen. Waarom is dat? Kunt u dat uitleggen? Mevrouw de Vries. Nou, ik vind het wel mooi om te horen dat als die serologische testen blijkbaar wel zou zijn, dat de heer Baudet, voorzitter, dan wel blijkbaar met de QR-code zou willen gaan werken en coronatoegangsbewijs. Nee, maar even afgezien daarvan, ik vind dat op zich een goede vraag. Ik bedoel, ik graag ook, dat klinkt misschien niet heel charmant, maar ik zou hem wel graag willen doorspelen ook aan het kabinet. Of dat mogelijkheden voor zijn om dat te doen, ja of nee. De heer Baudet. Daar hebben we vaak genoeg moties over ingediend afgelopen jaar. En steeds stemde de partij van mevrouw de Vries daar tegen. Dus steeds zegt nee, die serologische test gaan we niet opnemen in de mogelijkheden om aan te tonen dat je al immuun bent tegen corona enzovoort. En blijkbaar heeft u daar zelf dan verder nog nooit over nagedacht. En dan moet het maar worden doorgespeeld aan het kabinet. Wat is dat voor manier om je Kamerlidmaatschap in te vullen? U kunt er toch zelf wel iets van vinden? Nou, soms vind ik het ook wel goed om eventjes van bijvoorbeeld het kabinet te horen of van experts te horen wat de voor- en nadelen daarvan zijn, wat de kanttekeningen en beperkingen daarvan zijn. Vul ik mijn Kamerlidmaatschap in. Ik wil ook wel graag horen met anderen. We voeren hier een debat. Het is niet zo dat ik hier ter plekke alleen maar ben om te zeggen van dit vind ik en ik luister niet naar wat bijvoorbeeld een kabinet daarover te zeggen heeft of experts. Maar even afrondend dan. Kijk, er wordt dus door de bloedbank bijvoorbeeld wordt gekeken hoeveel procent van de mensen antistoffen heeft. En een deel daarvan wordt gemeten aan de hand van die gentherapie, van die vaccinatie. Maar een deel is dus antistoffen van de mensen die corona-infectie hebben doorgemaakt. En dat zijn miljoenen mensen. En die zijn dus gewoon immuun. En er is dus geen enkele reden, als je al dit hele verhaal gelooft, het hele sprookje over corona is gevaarlijk, vaccins werken, het is allemaal onzin, zeg ik nogmaals een keer. Maar goed, zelfs als je dat allemaal gelooft, dan nog slaat het toch helemaal nergens op om die behoorlijk grote groep van mensen, volgens onderzoek zou nu meer dan 95% van de Nederlandse bevolking gewoon antistoffen al hebben. Dus als je die vaccinaties meetelt als antistoffen. Het is toch onzin dan om te zeggen dat die groep nog moet gevaccineerd worden of zich moet testen? Dat kunt u toch gewoon op argumentatief niveau met mij eens zijn? Dan hoeft u toch niet naar papa en mama in het kabinet te kijken? Mevrouw de Vries. Ja, voorzitter. Kijk, de heer Baudet geeft hier aan dat hij zegt van dat zou dan moeten kunnen. Maar ik zou het veel verstandiger hebben gevonden als de heer Baudet in zijn geval bijvoorbeeld zich gewoon wel bij klachten had laten testen. Dat was ook beter geweest voor ons. Ja. Tot slot, de heer Baudet. Voor de record, hè? Ze gaat dus totaal niet in op mijn punt. Hè? Totaal niet. Ik kom een beetje een lullige, kleuterige vlieg afvangen enzovoort. Het is een schande. Het is toch gewoon belachelijk wat ik zeg? Makes total sense. Het slaat nergens op om mensen te gaan vaccineren, als je dat allemaal gelooft, als ze al antistoffen in hun bloed hebben. Maar dat testen we dus niet. En je mag ook niet, als je dat hebt, als je een serologisch bewijs hebt, geldt dat dus niet als een bewijs dat je dus immuun bent. Dat is toch absurd? Dat geeft toch aan dat er van het hele verhaal niets klopt? Mevrouw van de VVD kan er toch gewoon op ingaan, in plaats daarvan krijg je een soort van jijbak? Wat is dit nou? Ja, ik hoor niet echt een vraag, volgens mij, voorzitter. Dan ga ik naar die...